Tijdens de lockdown hebben we deze gebouwd. We hadden gehoopt deze afgelopen winter al in te mogen zetten. Maar nu is dan eindelijk het moment daar dat we ze kunnen gaan gebruiken. Woensdag is het eindelijk zover. Bitterbal of niet, de terrassen kunnen weer open. In de Jordaan zijn café-eigenaren Bob en Jort al druk bezig met de voorbereidingen. Ja, zoals je ziet zijn we nog bezig. Vandaag gaan we test draaien met het terras. Kijken of we hebben, wat we hebben bedacht, of dat goed komt te staan. 1,5 meter veiligheid, hè. Wat restricties, maar daar gaan we ons goed aan houden. Wij hebben wel zoiets, het glas is altijd half vol. We kunnen in ieder geval iets. En we zijn blij met elke versoepeling die doorgevoerd wordt. Dus we gaan er gewoon het beste van maken. Ook aan de Cornelis Lelylaan wordt hard gewerkt om woensdag open te kunnen. Daar zijn de eerste voorraden al ingeslagen. Afgelopen weekend is alles schoongemaakt. Koelkasten zijn gevuld, bestellingen zijn gedaan. In ieder geval weer 2 keer Duitse liter kelderbier. De wijnkoelkast is weer bijna helemaal gevuld en de bierkoelkast is gevuld. De backbar is gevuld met allemaal sterke drank. We hebben zelfs vegan bitterballen op de kaart gezet, dus we hebben extra bitterballen, zodat er bij het biertje ook lekker snackie gegeten kan worden. Is dat nog wel lekker voor 6 uur? Ik denk dat de tijd wat vervroegd wordt dat het eerste biertje op het terras gedronken wordt. Ga ik vanuit. Dat de ziekenhuiscijfers hun top nog niet bereikt lijken te hebben, mag volgens de café-eigenaren de pret niet drukken. Zij denken dat ze voldoende maatregelen kunnen treffen tegen het coronavirus. We zijn er klaar voor en we kunnen het op een veilige manier doen. Dus we gaan ervoor en we gaan zorgen dat mensen hier coronaproof gezellige middag kunnen hebben. En waar kijk jij het meest naar uit zometeen? Dat we eindelijk weer een beetje service kunnen verlenen. Nu in de takeaway hebben we best een hoop mensen die koffie komen halen, maar ja, daarna stuur je ze weg. Dat je eindelijk tegen je gasten mag zeggen, neem lekker plaats en dat je met een glimlach weer je vak kan uitoefenen. Daar heb ik het meeste zin in.